Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt op zich niet eens zo heel dikke bewolking over Nederland. Maar die bewolking is van tijd tot tijd wel zo dik dat er toch wat lichte neerslag valt. En in het noorden kan het nog wat licht ijzelen. De kleinste hoeveelheden water zijn al voldoende om het spek glad te laten zijn of blijven. Want het blijft daar gewoon vriezen, ook vannacht. In het zuiden niet, daar liggen de minimumtemperaturen rond 5 of 6 graden. De wind gaat wel wat draaien in de loop van de nacht en dan begint de koude lucht terrein te verliezen. En dat gaat morgen door op het moment dat er regen overheen komt. Dat gaat in de ochtend gebeuren, misschien in het noordoosten nog heel even wat winterse neerslag. Maar in de loop van de middag komt het kwik ook daar boven nul en zijn winterse toestanden eventjes voorbij. In het zuidwesten klaart het in de loop van de dag dan weer wat op. Vrijdag een dag met veel zonneschijn, een paar buien in het westen van het land en misschien laat op de dag ook in het zuidoosten wat neerslag. 5 tot 9 graden. En ook in het weekeinde is de graad of 8 met van tijd tot tijd zon, maar soms ook buien. De neerslagkans is zondag het grootst. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.